Oké, okay, Jasper Henderson van de film Against the Perfect Sky. We hebben net je film vertoond hier op Dogfeed. Hoe vond je de vertoning? Ontzettend leuk. Ik was in het begin een beetje angstig omdat we kennelijk de versie hadden zonder Engelse subtitels. Maar in het Nederlands. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Maar op een gegeven moment, er zitten ook twee stukken in het Italiaans. En in ieder geval de Engels sprekenden hadden daar natuurlijk het meeste moeite mee. Omdat we dat Nederlands hadden ondertiteld. We hebben ook een versie met Engelse ondertitels. Maar helaas, dat is deze geworden. Ah, ik vond het te gek om het gewoon weer te zien. Het is nu de vierde of de vijfde vertoning op een groot scherm. En ja, dat is fantastisch om het te zien op die manier. We hebben er zo lang aan gewerkt. 1,5 jaar tussen al onze andere werkzaamheden door. Want we zijn niet echt oorspronkelijk filmmakers van ons beroep. Althans de cameraman wel, maar ik niet. En het is geweldig om dit resultaat dan zo te zien. Dat ook mensen kijken en ook begrijpen wat we hebben willen vertellen. En dat ze ook moesten lachen om sommige dingen. Want dat moet je ook maar afwachten. Maar het is ontzettend leuk om al deze mensen hier op dit festival te zien. Het is voor mij volkomen nieuw. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En dat al deze lui gewoon gaan kijken naar al deze documentaires. En sommige zijn volgens mij heel bekend, de filmmakers. Maar dat ze ook de moeite nemen om naar onze film te komen kijken. Ja, dat is te gek. Ja, dat is zeker. Dat is geweldig. En wat vind je verder van het festival zo? Het is erg gezellig. Dat meen ik serieus. Ik was hier nog nooit geweest in dit deel. Hier met de expositie en hoe het eten hier is georganiseerd. En de mensen die hier rondlopen. Heel relaxed. Ik vind het programmaboekje ontzettend mooi. Ook dat is heel erg nieuw voor ons. Meestal is het van ja, wil je je film opsturen en dan komt het ergens in een zaaltje. En dan, nou, dan zien we wel. Ik weet niet wat ermee gebeurt. Maar we wilden heel graag hier zelf naartoe komen om het te zien. Het is echt mooi georganiseerd. Het is echt, mensen weten hier wat ze doen. Ze zijn echt liefhebbers. Ik ben ontzettend vereerd überhaupt dat jullie die film hebben uitgekozen. Dat die mee mag doen hier, weet je. Dat is echt een grote eer voor ons. Ja. Nou, leuk om te horen. Geweldig. Wat zijn je plannen nog voor de komende dagen? Blijf je nog op het festival? Of is het alleen vanavond? Nou, we zijn in ieder geval vanavond. We gaan weer terug naar Amsterdam. Ik geloof dat de cameraman gaat sowieso nog een paar films kijken dit weekend. Henk van Straten, die een van de hoofdrollen speelt in de film, die komt uit Eindhoven en die wil ook heel graag nog even rondwandelen de komende dagen. En vanavond zien we wel wat we nog meer tegenkomen. Niet al toevallig films gezien die je heel graag wilt zien vanavond? Nee, nog niet. We stonden in de file. We waren veel te laat. Nu gaan we even rustig het programmaboekje doornemen en gewoon even kijken wat er vanavond nog meer is. Oké, okay, leuk. Heb je dingen op het programma staan? Planning voor volgende films misschien? Hoewel je bent zelf natuurlijk geen filmmaker, maar zijn er plannen? Ja, ik heb een idee. Dat had ik net eigenlijk ook willen zeggen. Maar dat is een idee wat ik ook al een jaar mee rondloop. En net zoals met deze film over Fante. Het is een kwestie van op een gegeven moment gewoon gaan doen. Ik weet in ieder geval dat ik het niet meer met eigen geld moet gaan doen. Want het is gewoon heel erg kostbaar. En het kost heel veel tijd. Ik moet hier een plan voor schrijven waar we hopelijk van iemand anders geld voor krijgen. Maar dat gaat weer over een schrijver. En dat gaat over een Ierse Amerikaanse schrijver. J.P. Don Levy. Daar wil ik heel graag een film over maken. Die nu weer terug is in Ierland. In zijn geboortegrond. Hij woont in een heel oud vervallen mansion. Heb je ooit van hem gehoord? J.P. Don Levy? The Ginger Man is zijn beroemdste boek. Is een geweldig boek. Mijn vader was een hele grote fan van hem. Johnny Depp gaat het verfilmen, The Ginger Man. En ik wil heel graag, hij is al heel oud, ik wil hem heel graag spreken. Hij woont in een vervallen huis samen met zijn zoon en één butler. Ze wonen maar in 2 kamers. Het huis telt geloof ik 30 kamers. En ik wil heel graag een weekend met hem doorbrengen in dat huis en praten over zijn boeken en over zijn werk en zijn leven daar op het platteland in Ierland. Het klinkt echt als een geweldig verhaal. Dankjewel. Ja. Een leuk weekend als het lukt, als we daar naartoe kunnen. Want daar gaat het mij altijd om. Net zoals hier in Italië. Wat er ook gebeurt met die film. We hebben in ieder geval een geweldige week met z'n allen in Italië. En dat was ook zo. En dat wil ik nu. Dat moet een beetje de basis van elke film zijn. Ja. Nou Jasper, heel veel succes. Bedankt dat je hier was. Bedankt ook namens Dogfeed. Fijn dat we je film mochten vertonen. En succes in de toekomst met de komende projecten. Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging. Echt grote eer. Dankjewel.